Hi, welkom bij mijn nieuwe YouTube kanaal. Ik begin iedere keer anders en dan denk ik iedere keer ik moet een vaste intro bedenken en dat lukt dan weer niet. En nou goed, welkom bij mijn nieuwe YouTube kanaal. Leuk dat je kijkt. Fijn dat je even tijd met mij doorbrengt. Gezellig. Ik hou van gezellig. Ik was met Wessel een paar dagen geleden in de Bijenkorf. En ik had daar de watertint besteld. Want die hadden ze niet op voorraad. Nou, laten we zo zeggen. Die hadden ze nergens op voorraad. En toen dacht ik, nou weet je wat, dan neem ik proefjes ervan mee. En dan vraag ik er proefjes van gewoon. En die maken ze altijd voor mij. En dan kan het hier in ieder geval proberen. Niet zozeer voor op de camera. Maar dan weet ik zelf wel wat ik ervan vind. En dan komt het filmen wel als ik het product echt heb. Dus ik zeg, nou, ik wil die graag en dan wil ik die graag. En ze zegt, oh, maar die heb ik gewoon hoor. Dus toen kon ik geen nee zeggen. Want ik had hem immers ook al besteld. En toen kwam daar de Le Beige Water Fresh Tint in de kleur Light. Dat is deze. Het is een plastic fles. Ik heb hem nog niet geopend verder. Er zit een kwastje bij. Waar die veel te klein is voor heel je gezicht. Maar dat geeft niet. Dus die gaan we binnenkort proberen. En even grij. Ik wil het tasje niet openmaken namelijk. Want het strikje zit nog wel mooi. En ik heb de Le Beige Water Fresh Blush. In de kleur Light Pink. Oh, het dopje was eraf. En dat is dan deze. Leuk, hè? Ik was blij dat ze het hadden. Nou heb ik wel een proefje meegenomen van de nieuwe. De... Jeetje, weet ik niet. Nou weet ik niet hoe die heet. Oh ja, ik heb nog meer... shit spulbaar gedaan. Jeetje. Oké. Bonnetje ga ik even bewaren. Die heb ik niet nodig. Dit is de nieuwe. Kom me even niet op hoe die heet. Deze heeft meer dekking dan de water tint, zeggen ze. Wordt geen vervanger. Dit is gewoon een toevoeging. Dit wordt geen vervanger van de Water Fresh Tint. Maar die kunnen we wel proberen ook. En kijk wat ze erbij gaf. Maar die zijn toch cute gewoon. Ik bedoel, zelfs mijn pinky is kleiner. Groter bedoel ik. En ik heb echt hele kleine pinkies. Heel cute. Ik heb, ja, ze zijn altijd zo lief bij Chanel hier qua dingetjes die ze dan hebben. Ze weten dat ik hiervan hou en er staat ook echt Chanel op. Oh, dit is toch... Eigenlijk wil je het gewoon niet gebruiken. Nou, ik kreeg natuurlijk de standaard proefjes erbij. Oh, kijk, deze is leuk. Ik kreeg een... Even mijn bril opdoen. Een lippenstiftproefje erbij. De Rouge Allure Extract. In de kleur 854. Rouge Poison. En dat, ziet, dat is dan... Dat is toch leuk. Die, gaan in, die, gaat, die ga ik gebruiken gewoon. Ik kreeg ook een proefje erbij van L'Eau de Chanel.
Maar die kan ik wel gebruiken, want ik heb nog geen parfum opgedaan. En dit is een body lotion. Oké. Nou, dat heb ik al. En dan kreeg ik nog zo'n heel leuk zakje. Met een goud bloemetje. En daar zit van de Sublimage. Dat is de huidverzorger en voor de oudere huid ook. Dit is de Ultimate Comfort and Radiance Revealing Gel to Oil Cleanser. Dit is de Ultimate Regeneration Eye Cream. En dan kreeg ik nog iets erbij van de nummer 1. De serum. Nou, leuk. Ik hou van proefjes. Ik gebruik ze ook echt. Dus dat was een kleine shoplog van Chanel. Van de dingetjes die ik dan toch daar maar weer heb meegenomen. Omdat ze ze hadden. Ja, ik kan er niks aan doen. Hoe vind je mijn haar? Ik ben er nog niet over uit wat ik ervan vind. Het is een bob met laagjes, maar het is heel erg gebobd, zeg maar. Oké, bedankt. Dit was een hele korte shoplog. En ik heb ook maar 2 dingetjes gekocht. Dus het is niet echt dat je denkt, ik koop de halve Chanel per keer leeg. Zo werkt het natuurlijk niet. Ik heb wel veel van Chanel. Chanel is wel mijn favoriete high-end merk. En er komt er wel meer aan. Ik ga wel meer merken buiten mijn comfortzone proberen. Ik heb ook Morphe in huis om te proberen. Dat komt van de week. En dan heb ik hier een haar. Bedankt voor het kijken. En dan zie ik jullie de volgende keer. Doei!